Nou, ik sta hier samen met Iris. Iris is 12 jaar lang onze voogd, onafgebroken, nooit afwezig geweest. En nu ineens kregen we vorige week het bericht dat het mogelijk klaar is. Dat wij nog voor 2 jaar, welke bestaan 2 jaartjes, een andere voogd zouden kunnen krijgen als alles op de schop gegooid wordt. Stop die waanzin! Dit is ongelooflijk en inderdaad waanzinnig. Dit kan gewoon niet. Het schaadt onze pleegkinderen, mijn pleegzoon. Ik vertelde het hem, tranen in zijn ogen. Het eerste wat hij zei was, ze pakken je nooit van me af, nooit. En ik hoop dat dat echt zo zal zijn. Ik sprak vorige week een vriendin van mij die in de jeugdzorg werkt en die vertelde wat het betekent voor haar cliënten dat nu voor de kerst opeens deze onzekerheid komt. En dat het dus kan gebeuren dat kinderen nu niet weten wie volgende maand over 2 maanden hen helpt in deze tijd van het jaar. En op een of andere manier heeft dat verhaal sindsdien me niet losgelaten. In het verdrag van het rechten van het kind dat Nederland heeft getekend, staat dat alles wat we doen in Den Haag, maar ook in gemeenten, moet zijn in het belang van het kind. Het belang van het kind moet altijd voorop staan. En dan lees ik de brief die jullie hebben gekregen en dan gaat die brief, die gaat alleen maar over cijfers. Echt, want dit kan niet. En het grote plaatje, de collega zei het al, het grote plaatje is dat er te weinig geld gaat naar Zeeuwse gemeenten en daar zijn jullie en de kinderen de dupe van. En dat mag niet gebeuren. Niet.